Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 17 maart van Weerplaza. Het is voorlopig nog vrij veranderlijk met wisselende wolkenluchten, zon en een paar buien. Want het weer wordt bepaald door een lage drukgebied. Op de weerkaart vinden we dat boven het zuiden van Scandinavië. Het houdt een westelijke tot noordwestelijke stroming bij ons in stand met aanvoer van onstabiele lucht en buien. Morgen later op de dag wordt de invloed van een hoge drukgebied merkbaar. Maar vandaag hebben we nog te maken met een laag drukgebied en onstabiele lucht. We zien een mix van zon, wolken en een paar buien. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 5 en de 7 graden. Vanmiddag wordt het 8 graden in het noorden en 9 in het zuiden. Daarbij waait een matige tot krachtige wind vanuit het westen, windkracht 6, langs de kust. En bij buien is kans op een klap onweer en hagel. Morgen eerst ook nog veranderlijk met afwisseling van zon, wolken en een paar buien en 's middags 7 tot 9 graden. Maar later op de dag verdwijnen de meeste buien. Vanaf dinsdag breekt dan een droge periode aan. De temperatuur gaat in de middag omhoog. Op donderdag, dat wordt dan de warmste dag van de week met 's middags 12 tot 14 graden. En dan lijkt het op lente. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.